Mijn naam is Manisha Sluiser. Ik ben een medium, een therapeut, een docent en ik channel boodschappen vanuit mijn begeleiders. Ik begeleid mensen in het spiritueel ontwaken en voornamelijk met het verbinding maken met het liefdesbewustzijn. Ik heb vandaag een boodschap voor je. Ik heb net een podcast opgenomen over het goddelijk spel en daar wil ik je nog het een en ander over vertellen. Het goddelijk spel. Als je kan zien op dit moment wat er speelt in de wereld, is dat er verschillende tijdlijnen samenkomen. Er is een oude wereld en een nieuwe wereld. En die twee zijn, de ene is aan het afronden, de andere is aan het verschijnen. In dit goddelijk spel, waarin het oude verdwijnt en het nieuwe verschijnt, merk je dat het een spel is tussen angst en liefde. In mijn podcast vertel ik daar meer over. Maar om dit spel te begrijpen en het spel te spelen, moet je de controle loslaten. En als er controle is, dan is er geen eerlijk spel, want dan wordt er vanuit een oud bewustzijn, een oud systeem, vanuit angst wordt er gespeeld. Vanuit angst spelen is eigenlijk, dan is er geen vreugde. En om te spelen heb je vreugde nodig, heb je plezier nodig. En vreugde is de kracht van de ziel en dat is puur licht en liefde. En om te willen spelen heb je overgave nodig. Overgave aan het moment, overgave aan de magie, overgave aan de inspiratie en overgeven aan de liefde. Doorhebben dat er verschillende tijdlijnen spelen, een oude wereld, een nieuwe wereld, angst en liefde. En elke dag heb jij weer die keus. Kies ik voor angst, kies ik voor liefde. Ik zie in veel mensen zijn er oude patronen die weer boven komen. Patronen van vroeger, patronen die al lang uitgewerkt zijn, die komen weer boven. Dit is een donkere tijd, een donkere energie om het zo maar te zeggen, waarin het noodzakelijk is om die oude patronen van angst, om dat te doorleven, om uit te komen in eigenlijk de andere tijdlijn, de nieuwe wereld, waarin er liefde is, het liefdesbewustzijn. Dus om in het liefdesbewustzijn te komen, mag je door die lagen van de angst heen en die controle loslaten. Wanneer je controle loslaat en je geeft je over en je volgt het ritme van je hart, de inspiratie die je van binnen hoort, de taal van je ziel, dan kom je uit in vertrouwen. En je mag jezelf geloven dat jij echt een goddelijk wezen bent hier op aarde met een taak. Jouw taak is om angst te transformeren in liefde. En mogelijk ook wel het bewustzijn van jouw ziel over te dragen op andere mensen. Om het bewustzijn te verhogen. Zodat we in die tijdlijnen een makkelijker shift maken van het oude naar het nieuwe. Dus geef je over aan de liefde. Heb vertrouwen. Want daar ligt de kracht van de magie. Er is een goddelijke timing waarin alles samen zal komen. Dus heb moed, heb hoop. Vind liefde, heb vreugde. Zie het spel. Zie het spel. Angst, liefde bij jezelf, zie het bij anderen. De controle bij jezelf, de controle bij anderen. Bindingsangst, verlatingsangst. Zie dat spel wat er gaande is. Neem het niet zo serieus. Zie het als dat spel dat je weet, oh ja, ik heb keer op keer een keus, hoe speel ik dit spel? Wacht, heb geduld, focus op jezelf. Wees aanwezig in het hier en nu en dan zal je zien dat de magie van jouw ziel zich zal openbaren. Er is zoveel moois wat op je wacht. En het is aan jou, speel mee. Speel mee. Als een viool die muziek maakt, een gitaar die muziek maakt. Speel mee. Speel het spel. Voel wat je nodig hebt. Voel wat de ander nodig heeft. Kijk of je erop in kan spelen. Kijk of je het spel kan spelen. Met vreugde, met joy, met liefde, met plezier. Het is een intense tijd, maar het is ook een mooie tijd. En het is zonde om hem depressief te gaan beleven terwijl je het wakker, bewust, vanuit het liefdesbewustzijn, vanuit verbinding met je ziel kan spelen. Dus ik hoop dat je die weg vindt, helemaal naar binnen, in verbinding met je ziel, het pad van licht. En onthoud, speel het goddelijk spel mee. Jij diep van binnen, heb je de antwoorden en weet je hoe het werkt. Dit is mijn boodschap voor nu. Beluister anders mijn podcast. Mocht je meer willen weten, ik doe ook persoonlijke meditaties, begeleid vanuit Spirit. Mocht je daar interesse in hebben, neem contact met me op. Heel veel liefs voor nu.